De laatste uren van het oude jaar, ze tikken weg en dan starten we straks een nieuwe. Maar vandaag een toch wel heel bijzondere dag, want traditioneel zoals ik ben ga ik elk jaar oliebollen bakken. Dus ook vandaag, dus ik zou zeggen, kom lekker in de bijkeuken en bak lekker de balletjes met mijn bruin. Nou, dit is dus mijn Walhalla. Dit is de plek waar ik jaren van heb gedroomd en toen was het moment er. Frans kreeg zijn eigen frietzaak in zijn huis. Twee fantastische, en daar ben ik het meest trots op. Niet op een auto, want dat interesseert me niet. Maar mijn frietbakken en teppanyaki, topmateriaal. Nou, we gaan nu de bakken vullen. 5 liter olie gaat erin. Dan gaan we het op temperatuur brengen. En dan gaan we straks gewoon die 300 ballen gewoon in een sneltreinvaart bam 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 achter elkaar bakken. Daarna gaat de olie eruit, komt de nieuwe olie erin. En dan gaan we de appelflappen bakken. Ik ben onderhand een appelflap specialist. En ik bak 1 op 1, hè? Ik bak 1 op 1. Dus dat betekent 1 bal voor Frans, 1 bal voor het gezin. 1 bal voor Frans, 1 bal voor het gezin. Oliebollen hebben klaar. Kijk. Helemaal vullen. Nou, helemaal vast. Wat hoeveel man ben je vanavond? 2, 4, 6. Oh, nou, gaan we ballen erin gooien. Krenten. Als je deze allemaal opeet, Doris, dan heb je morgen feest in je darmenstelsel. Dan komt het helemaal goed. Zit er geen appels in? Nee, maar luister, je gaat niet die 10 kilo appels hier gelijk ingooien. Dat heb ik vorig jaar wel gedaan, dat was een goede methode. Ja, dat weet ik. En toen heb ik de appels erin gedaan. Ja, maar dan gaan de laatste, dan gaan ze open. De laatste gaan open. Ja, dus je kunt er wel ingooien. Maar dit is echt een smurrie wat je nu krijgt. Kijk, nu krijg je dit. Nee, je moet er wel gewoon erin gooien. Maar niet die hele bak hier nu in. Dat gaat niet. Oh, dus ik doe dit? Ja, dat kan wel. Dit mag wel? Ja, maar niet die hele bak. En nu krijg ik geen appelpudding? Nee. Nee, niet alles wie erin. Wie is hier de appelflappenkoning? Ja, okay, wie is hier de appelflappenkoning? Ja, dit is 10 kilo appels. Dat kan niet hierin. Ik kan het toch dichtbij maken? De schaal is te klein. Hatsenflats. Hatsenflats. Dat gaat nergens over. Een appelflappenruzie. Ja, maar daar kunnen we toch veel meer in? Ja, maar ik ben ook eerder aan het proberen, Maris. Oh. Ik ben aan het kijken hoeveel minuten ik de perfecte flap krijg. Dus ik denk zelf rond de 3 minuten. Maar aangezien jij er nu mee bemoeit, kan het zo met 10 minuten worden. Wat denk je zelf? Kijk, soms vraag je je af. Wie bakt nu de appelflap? Nou, dat ziet er lekker uit, toch? Ik doe even een kusje. Ja.